Ik ben driekwart Vlaming en opgegroeid in Gennep aan de Maas. Vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Het motto van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw. Ik pak hem een briefje bij. We doen dit al volop, binnenstedelijk. En bij het creëren van waterberging in het landelijk gebied. Maar het motto gaat ook op voor bovenstroomse bossen. Voor landgebruik op steile hellingen. Voor erosiegevoelig. Voor beken, zijrivieren en uiteindelijk ook voor de Maas zelf. En daar moeten we met z'n allen beter werk van maken. De brief van minister Harbers aan de Tweede Kamer van 3 weken geleden, met de resultaten van de eerste beleidstafel, die benadrukt het belang van een integrale benadering, waarin bodem en water centraal staan. Hoe functioneert dit systeem? En dit gebied is het putje van wat er uit België en Duitsland komt. Daarnaast, ook in de brief, wordt het belang van internationale samenwerking benadrukt. Wij zien ook de noodzaak om verder te kijken dan onze neus lang is en meer bovenstrooms naar maatregelen te zoeken. Je komt dan in België en Duitsland terecht. Waarom? Wel, een waddy aanleggen in een woonwijk in Maastricht, maar niet zeggen over de noodzaak om op termijn te komen tot een ander bosbeheer in de Ardennen, waarbij overtollig water niet via greppels hoppakee richting rivier geloosd wordt, maar de spons gevuld als buffer voor benedenstroomse, natte en ter plekke droge tijden. En dan die zijrivieren. Jeker, Geul, Gulp en Roer worden gevoed door regenwater dat deels op Belgische en Duitse bodem valt. Zwalm en Niers hebben een groot stroomgebied in Noord-Rijn-Westfalen. Elke euro die je daar uitgeeft om te vermijden dat in Maastricht, Venlo of Roermond de hoogwatergolf van de zijrivieren de hoogwatergolf op de Maas versterkt, is zijn geld 3 keer waard. En er zijn daar goede mogelijkheden voor berging. Vooral voor Niers, Roer, Jeker en Zwalm geldt dat er bovenstrooms aanzienlijk meer ruimte is in een relatief dun bevolkt gebied. Zelfs aansluiten bij voormalige bruinkoolgroeven die straks veranderen in enorme meren is mogelijk. Die bieden voldoende ruimte om weken van in de toekomst zeer intense buien tot zelfs meer dan 250 mm per dag op te vangen. Naast meer effectiviteit van investeringen biedt grensoverschrijdende aanpak nieuwe investeringsmogelijkheden. Interreg, Noordwest-Europe, Noordzee. De gemeenten kunnen daarbij aansluiten en profiteren van het geld van derden. Maar, even kijken, Biesliger-Insel, langs de Rijn is dat al gebeurd. Last but not least, hoe leuk is het om samen te werken. Samen roeien met de riemen die we hebben. Aandacht voor de hele boot en voor ieders positie in die boot. Ons bewustzijn dat een klein gat in de achtersteven onze kop niet hoeft te kosten. En dat een grote gat in de voorsteven leidt tot veel ernstiger averij. In Roermond, Valkenburg, Venlo, Gennep, Maastricht. Maar ook in Bonn, Luik of Keulen. En ik moet hier heel snel gaan lezen, want de tijd zit er. Dank u wel. Kijk aan, hij was klaar. Dank u wel voor uw presentatie. Blijf lekker staan. Was het op het laatst nog te volgen? Het ging heel snel, maar alles zat erin. Wie mag ik het woord geven? Nee, deze. Ik kan helemaal in uw woorden volgen dat u pleit voor systeemherstel. Maar stelt u daarbij ook voor dat wij bijvoorbeeld als Nederland investeren in buitenlandse maatregelen? Die vraag had ik verwacht. Ik zat in Interreg 2C Irma, 20 jaar geleden. Diende zich dezelfde vraag aan. De Rijnstrangel was nog een stap te ver. Biesliger-Insel kon het wel. In Noord-Rijn-Westfalen, rechts-Rijnisch. Wat is daar gebeurd toen voor de eerste en ik denk de laatste keer geld uit de Nederlandse enveloppen naar de Duitse enveloppen? Waarom? Omdat het in Duitsland wel kon en er een breed draagvlak was. Natuurlijk kan dat. We leven in de 21ste eeuw. Interreg Noordzee, de kool komt eraan. Interreg NWE, de kool komt eraan. En vooral bovenstrooms in die retentiegebieden, in die lege gebieden waar weinig geïnvesteerd wordt, kunnen hele leuke dingen tot stand komen voor de mensen daar. Impulsgelden kun je eraan koppelen, interreggelden. Die financiering kan dusdanig dat de gemeente op haar natuurlijke moment met het geld van derden nu dingen doet. Maar stap 1 is praten. Met Roer-Erfverband, dat doen jullie al als waterschap. Maar ook met de mensen in Noord-Rijn-Westfalen die beeldbepalend zijn, beleidsbepalend. Mijn contact is Reinhard Voogd,
de hoogste ambtelijke baas van de hoogwatercentrale Keulen ooit. Toen fel tegenstanders van die burgers in Rodekier die het zelf wel zouden oplossen. Inmiddels met pensioen. En wat staat er op zijn kaartje? Burgerinitiatieven hoogwasser uit de gemeente Rodekier. Die man is mijn contact. Die heb ik deze ideeën voorgelegd. En we zijn welkom. Kijk aan. Ik heb een vraag. U noemde op een gegeven moment van dat er dan opties waren om tot wel 250 mm per dag aan water te bergen. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd of daar al iets van een rapport of zo van ligt. Ja. Absoluut. 15 jaar geleden, toen ik nog bij Rode Haskoning werkte, ik ben inmiddels al een kleine 11 jaar zelfstandig, heb ik studenten van de TU Twente plus Haskoning-experts een rekensom laten maken. En toen wisten we al, die bruinkoolgroeven gaan dicht. Die bruinkoolgroeven, wat ga je daarmee doen? Dat wordt water. Sluit ook mooi aan bij uw verhaal. Dat wordt water. Weet je hoe groot die meren zijn? Daar hebben we het over tientallen vierkante kilometers. Een kleine waakkader langs van 30 centimeter. Goh, en je kunt de Roer en de Zwalmen de hele mikmak voor 20 dagen bergen. Dus zo, in mijn is het moeilijker. Er staat al water in Noord-Rijn-Westfalen. Daar kun je ook maar één keer water in zetten en dan is het vol. Maar de Biesliger Insel, die er nu ligt, boeren, water, Natura 2000, het is er allemaal. Dus je dient meerdere doelen, het systeem. Ja. Reinders zit op hete kolen met een vraag. Ja. Het is natuurlijk een heel inspirerend verhaal en het is ook heel herkenbaar. Systeem, ja. En u heeft het net over roeien met de riemen die we hebben. Ja. Maar als we morgen een inspiratiebrief aan minister Harbers mogen sturen, welke nieuwe riemen gaan we hem vragen? Zijn er nog andere riemen die we aan minister Harbers moeten vragen? Nee, ik denk het niet. Want de twee aanknopingspunten waar u zelf ook steeds de nadruk op legt, kijk naar het systeem. Kijk naar het holisme. Doe niet net alsof de lushellingen van Zuid-Limburg de Alpen zijn of zo. Nee, er is iets boven. Boven kan men dingen doen, daar valt die regen, die beneden dienen. Bosbeheer, ander landschapsbeheer, zijn geen dingen die vervelend zijn voor de mens. Zijn dingen die geld opleveren, die landschap opleveren voor Zuid-Limburg. De holle wegen dichtmaken, kom op zeg. Open houden voor 3, 4 doelen tegelijk. Systeembenaderingen lonen. En niet alleen omdat je die miljarden ellende uitspaart, maar omdat je mooie, goede dingen doet. Ik wil de experts praat toch... met die oudste boeren, die weten het. Ze willen u graag bevragen natuurlijk, want ik zie ze druk meeschrijven. Wie had er nog vragen? Ja. Links. Ja, u geeft eigenlijk een heel warm pleidooi om het internationaal en op stroomgebiedsniveau op te pakken. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, want het is echt de oplossing. Ja. Het is een beetje ook wat Theo zegt. Ja, het ligt wel een uitdaging, want ik zeg ook altijd, eigenlijk moet je zo'n stroomgebied beschouwen zonder die rijksgrens. Zonder die? Zonder de grens. Zonder de landsgrens. Gewoon, we hebben een stroomgebied van de Geul of van de Roer en daar moet je naar kijken. Absoluut. Alleen in de praktijk hebben we wel die grens. En als je weet dat het SPW, dat is de club in Wallonië, die over het waterbeheer gaat, dat zijn bijna letterlijk 2 of 3 mensen. Daar zit gewoon heel weinig ruimte en capaciteit om mee aan de slag te gaan. En dat is echt voor ons heel lastig om daar goed mee verder te komen. Maar daar zijn we echt wel op zoek. Dus als u contacten heeft of u zegt van we kunnen er dingen in doen, graag. Ik stond 30 jaar geleden in de hoogwasser Noordgemeinschaft Rijn. Vanuit Nederland, vanuit mijn werk voor Irma, Vrom toen, EU. Die mensen zijn er, die capaciteit is er. Ja, in Duitsland wel. Nee, maar die capaciteit staat hier, voor je neus. Ja, oké. De mensen die ik net noemde, die ook in de hoogwassercompetentiecentrum zitten, in de hoogwatercentrale Keulen, Thomas Kalix, een ander, die al die politici kent, nu 70, maar draait al 30 jaar mee, heb ik dit besproken. Die mensen zijn daar. Ga naar de hoogwassergemeenschap in Keulen, waar Noord-Rijn-Westfalen zit, en leg die linken. Erfroorverband, Ulrich Kern, helaas overleden, kwam hier vaak in Zuid-Limburg. 20 jaar geleden kwam er veel vaker over de grens dan nu. Weet ook niet waarom. Maar die contacten zijn er, benut die. Zorg dat er retentiemogelijkheden langs de Zwalm, langs de Roer, langs de Niers, in lege gebieden over de grens gevonden wordt. En sluit daar Duitse belangen op aan. Inventariseer dat, kan voor de volgende, beleidsnota, eind van dit jaar, klaar zijn.
We hebben nog 43, 40, de klok telt af. Laatste vraag en een korte antwoord graag. Ja. Als er niemand is. Ook ervaring in Wallonië? Wallonië beperkt, vooral in Vlaanderen. Ja. En ja, Wallonië begint hier direct over de grens. Ja. Wallonië is ingewikkeld, Luik. Dus kort antwoord is nee. Ja. Enig gevoel van wat daar nog een trigger zou moeten zijn om het daar dan makkelijker te maken? Ja, als Vlaming. Hè? Ja. Maar ik noemde al die Ardennen. Het is heel helder dat die Maas, zogenaamd regenrivier, een hele grote amplitude kreeg toen men modern bosbouwbeheer ging bedrijven. En gultjes maakte en de Ardennen ontwaterde. Die spons moet hersteld. Ja. Met die fietspaden van blok A misschien. Kijk, blijf u nog even staan. Blijf u nog even staan. Ja. Ik wil het expertpanel weer bedanken voor hun bijdrage aan dit gesprek. En u uiteraard voor de presentatie.